Hey. Kijk eens even. Oh, geweldig, hè? Goed, hè? Was perfect. Ik denk dat je mag blijven. Ik hoop het. Ja. Oké, het is 3:00. Eerst jou. Nou, dank voor de komst naar dit prachtige moment. De lancering van Radio Gemiva. Waarom Radio Gemiva? Omdat, ja, radio brengt mensen bij elkaar. Radio verbindt mensen. En dat doet de Gemiva SVG groep ook. Je zou zeggen, dat is een match made in heaven. Dat kan niet meer mis. Het is een radiostation met een hele duidelijke doelgroep. Ik wil toch ons dream team, want zo noem ik het maar. Pieter, als jij hier even staat. En als Domien misschien in het midden wil. Oh ja, zeker. Voor de foto. Zeker. Oh jongens. Wie is er nu op? Lars is net weg. Ja, Lars loopt even weg. Lars, die moet nog even winnen aan zijn sterstatus. Ja. Nu al. Ik wil ze even... Maar hebben we nu ze allemaal, hè? Ja. Is Niels de Nielslezer er niet? Ik kwam gisteren terug van de vakantie, maar het was nogal laat. Oké. Die wil ik graag bedanken. Aron is van het nieuws. We zenden elke uur nieuws uit. Aron werkt vanuit Gouden. Hij monteert het nieuws voor de nieuwslezer. Ja. Pieter is onze man die de telefoon aanneemt, die de kantine bijhoudt, die de producer is en die het weerbericht voorleest. DJ Dylan is ons manager van alles, die presenteert en techniek en kan echt alles. Die was vanmorgen trouwens nog te horen op Radio 2 bij Timor Perlin, waar hij werd geïnterviewd over Radio Gemiva. Dus hij was meteen een landelijke held. DJ Arnold, ja, dat is de koning van de Q-knop. Die weet als de beste een plaatsscherp te zetten. DJ Eli, onze meesterinterviewer, heeft geen vragenlijst nodig. En hij was vanmorgen nog te horen op Radio 1 in het NMS Radio 1 journaal. DJ Jacco, ja, die zorgt voor ons piratengeluid. Hij doet het piratenuurtje tussen 11 en 12. Inclusief een eigen tune van de kermisklanten. Kortom, echt geweldig. Dit is ons droomteam. Hiermee gaan we gewoon fantastische radio maken. Ik wil Dylan vragen, welke knop moet Domien indrukken om echt te gaan lanceren? Knop de 6. En dan moet je, knop de 6, ja. Moet er nog iets opengezet worden? Ja. De kortknop. Oké. Zeker weten dat het die is? Ja. Is iedereen er klaar voor? Ja! De belangrijkste knop die ik ooit in mijn leven heb ingedrukt is deze. Oké, dan gaan we. 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Dylan, Eli, Pieter, Jacco. Wel lachen, hè? Daar kijk je. Hartstikke goed. En oké. Ja, als jij naar ons kan kijken. Ja, hartstikke goed. Een keertje deze kant op kijken. We kunnen in één keer roepen: Radio Gemiva! Radio Gemiva! Ik zei net al, het ziet er eigenlijk bijna beter uit dan bij Q-Music, omdat het is zo lekker overzichtelijk en het is zo leuk om dat met 3 of 4 computerschermen te doen, omdat je niet meer nodig hebt. De slogan is overal online. Dat is ook zo, jullie hebben geen zender meer nodig om in heel Nederland, zeker nog om in heel de wereld te horen te zijn. Hou daar rekening mee als je radio maakt, dat alle gekke dingen die je zegt, heel de wereld kan dat horen, Eli. Pas op je woorden, ik luister mee. En dit is het begin van iets heel moois, denk ik. Dus ik wil een heel hard applaus voor alle DJ's, maar vooral iedereen bij Gemiva die hier aan heeft meegewerkt. De DJ's, de technische crew, raad van bestuur. Een speciaal applaus voor Jaap ook, die hier mee bezig geweest. En welkom bij Gemiva, Radio Gemiva. Je mag hem omhoog gooien. Lekker. Zo. Nou, we zijn begonnen. Nou,
gekomen, hebben wat vragen bedacht. De DJ's hebben vragen bedacht. En die gaan ze nu allemaal. Ik heb maar één blaadje, dus we moeten het blaadje maar even doorgeven. Gaan ze de vragen op jou afvuren. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er nooit klaar voor. Maar het kunnen scherpe vragen zijn. Ja, ik was er nog maar. Ik wil één keer hier komen. Eli, stel je vraag. Even in de microfoon. Ja, ik wil het niet in de microfoon pakken. Oh, ja, dat is Hoe ben je eigenlijk bij de radio begonnen? Oh jeetje, nou gaan we even zitten, want dat duurt wel even, Eli. Hoe ben ik bij de radio begonnen? Ik kon maar één ding, en dat is radio maken. Dus ik dacht dat ik dat kon. En ik ben op mijn radio begonnen toen ik 6 jaar was. En dan begint het echt in je huis met zo'n klein bandrecordertje dat ik van mijn ouders gekregen had. En het werd steeds groter en professioneler. En uiteindelijk zat ik op de zolder met zo'n studio. Toen dacht ik, ja, maar nu moet ik er wel een beetje werk van gaan maken. En toen uiteindelijk ben ik jaren later bij de IFM terechtgekomen. Maar, dat wil ik even gezegd hebben, ik ben begonnen met radio maken op internet. Ik ben met internetradio begonnen. In 2002 al maakte ik internetradio. En dan ging ik kijken hoeveel luisteraars er waren. En dan zag ik steeds meer luisteraars erbij komen. En ik weet hoe leuk het is om online bezig te zijn met radio. Nog één vraag van Eli. Oh ja, nou stel je vraag. Ik heb nog één laatste vraag. Het nummer gaat niet Sascha Locus. Hè? Ja. Louis, ga je ook draaien bij Q-Muziek? Ja, zo, het is niet zo makkelijk, want er zit een hele muziekredactie. Zit er, met jullie mogen de muziek zelf kiezen, denk ik, toch? Ja. Ik heb een hele met de muziekredactie te overleggen. Maar ik zal deze maand even meenemen om te laten horen. Ik wil er nog even op wijzen dat we daar een lekker ouderwetse analoge verzoekhoek staat. Dan kun je op een papiertje met een pen schrijven. Mooi. En dan kun je een plaatje aanvragen. En we willen woensdag graag met een volle box beginnen. Dus neem de tijd en vraag een plaat aan, vul een titel in. Voor degene die voor wie het allemaal nu te veel prikkels is, is er beneden inmiddels geïnstalleerd een silent disco. Nou, dat noemen we voor vandaag dan maar een silent radio. 30 koptelefoons waarop je rustig kan luisteren naar Radio Gemiva live. Hiernaast staat een laptop en daar kun je ook luisteren. Nogmaals, iedereen bedankt. Geniet van een drankje en een hapje. En ga luisteren natuurlijk woensdag en ook buiten de live-uitzending gewoon naar onze herhaling. Domien, heb jij nog een groot applaus trouwens voor Domien? Ja. Hij was van 3FM. Sinds 1 oktober is hij van Q-Music, maar vandaag is hij van ons. Ja. Dankjewel. Ik wil iedereen onwijs veel plezier wensen. Ik heb al vaak, het doet mij heel erg denken aan radio zoals ik het op mijn slaapkamer maakte. Dat waren misschien wel de allermooiste jaren die ik gehad heb, omdat het ongedwongen is met vrienden. Het gaat om muziek, het gaat om lekker bezig zijn met knopjes en met microfoons. Digiteam, heel veel plezier. Alle luisteraars, veel plezier. En welkom bij het allernieuwste, jongste radiostation van Nederland. Tot ziens. We gaan nu wel lekker beginnen met het eerste nummer. En het is van. Wat is het? Nou, zetten. Dat is een van Jackie, dat is Need You Love.